Zeg hey, zeg hoi, zeg kiekeboe tegen deze zebra met de voornaam Zoe. Mijn beste vriend en hoe. Dat is het leuke van een wip. Soms ga je omhoog, soms ga je omlaag. En het ene komt altijd weer vlak na het andere. Huh? Oh, wat was dat voor geluid? Kan het een dier geweest zijn? Een tijger? Of een beer? Of een... Wat? Een vuurspuwende draak. Draken bestaan toch niet echt, Zoe? Het klonk als een draak. Hij spuugt wel vuur, maar het is geen draak. Kijk, een hete luchtballon. Wauw. Maar wat doet hij hier? Laten we het vragen. Dat is heel, heel hoog. Kom maar, kom maar. Koop hier uw kaartjes. Grijp uw kans om alles een keer van hoog, heel hoog te bekijken. Een ballonvaart? Dat klinkt fantastisch. Wacht maar af. Dat mandje is heel erg klein. Zo hoog kun jij zelfs niet vliegen, Pok. Wat is er nou zo? Heb je geen zin om mee te gaan in de ballon? Zoe, Elsie, kijk! Drie kaartjes voor een ballonvaart. Eén voor mij. Eén voor Elsie. Dank u! En één voor Zoe. Wanneer? Morgenochtend vroeg. Hoe hoog kan hij gaan, opa? Oh, wel zo'n 100 meter, denk ik. 100 meter? Dat is hoog. Ik word al duizelig als ik eraan denk. Oeh. Ik voel me niet zo lekker. Oh nee, Pok. Hoe kan ik zorgen dat ik morgen hoog de lucht in durf? Ik wil de lol niet verpesten voor opa en Elsie. Maar ik wil ook niet als enige niet gaan. Nu heb ik mijn voeten niet op de grond, Pok. Ik ben niet bang, dus ik durf het. Tja, dit is een goed begin, maar we moeten veel hoger. Nee, dit is ook niet hoog genoeg. Maar ik voel me wel stukken beter. Ik probeer er nog één. Hoger dan dit kunnen we niet in ons huis, Pok. Ik ben niet bang. Hoera! Pompom. Oh. Oh nee, het is te hoog en te eng. Ik kan het niet. Zoe, wat is er? Ik weet niet of ik wel in de ballon wil, opa. Zo ver omhoog durf ik denk ik niet. Het is heel normaal om hoogtes eng te vinden, Zoe. Maar ik denk dat ik je misschien kan helpen. Hallo, Zoe. Wat kan ik vandaag voor jou en je opa doen? Krijtjes? Een vergrootglas? Een bus confetti? Nee, dank u, meneer Zoe. We hebben morgenochtend een ballonvaart en... Zoe zoekt iets om aan het idee te wennen dat die straks heel hoog is. Oh, ik weet al iets.
Speel eerst maar eens even met deze kleine ballonnen. Dan vind je het vast niet eng meer om in de grote te gaan. Oké. Au, Pok. Dat ging helemaal niet. Ik doe er nog één. Straks gebeurt het ook met de grote ballon. Die ballonnen hebben niet geholpen, opa. Ze zoeven alle kanten op. Of ze vliegen voorgoed weg. Ik weet iets. Jij en Pok moeten eens goed kijken naar dingen die het leuk vinden om hoog in de lucht te zijn. Oké. En daarna zal ik je dan nog iets laten zien om je gerust te stellen. Wat vindt het nou leuk om hoog te zijn? Die boomtoppen zijn best hoog, toch? Dus dat kan nooit eng zijn. En die vlieger gaat zelfs nog hoger. Gaat hij hoger dan jij kunt vliegen, Pok? En jij kunt vast bij die andere vogels komen, hè? Hoog in de lucht zijn valt best mee. Waar maakte ik me toch zo druk om? En heeft het naar de lucht kijken geholpen, Zoe? Een beetje. Pok liet zien dat hij het leuk vond om steeds hoger te gaan. En hij ging bijna net zo hoog als de hete luchtballon. Moet je dit maar eens zien. Dit is een heliumballon. Net een mini-versie van de ballon in het park. Wauw. Laat hem maar los en kijk maar eens hoe ver omhoog hij gaat. Oeh, hij zoeft niet. En hij vliegt ook niet weg. Oeh, bedankt opa. Ik ben klaar om de lucht in te gaan, Pok. En weten jullie wat? Ik heb vannacht over ballonnen gedroomd. Ga je ook mee, maatje? Kom op, Zoe. Niet bang zijn. Misschien krijg je nooit meer de kans om zo hoog te gaan. Het is goed, Zoe. Denk maar aan alles wat je gezien en geleerd hebt over hoogteverschillen. Ja, dat is precies hoe het werkt. Ik laat hem omhoog gaan en dan breng ik hem weer omlaag. Eitje. Omhoog en omlaag. Heel simpel. Voor de zekerheid hou ik mijn ogen wel dicht. Dan word ik niet duizelig. Condi! Mm-hmm. En daar gaat hij dan! Oh, moet je nou toch eens kijken? Wauw! Fantastisch! Kijk, Zoe! Wauw! En? Vind je het niet spannend? Ik weet niet waarom ik zo bang was. Het is voor iedereen eng om iets nieuws te doen, Zoe. Maar als je het toch durft, word je heel vaak beloond. Yay!
Vond iedereen het leuk? Ik vond het superleuk. Dank u. Ja, ik vond het supervet. Dank u. Ik wil nog een keer. Oeh, dan moet je wel even wachten. Er zijn nog meer mensen die omhoog willen. Zou je echt nog een keer in een ballon willen, Zoe? Oh ja, opa. Ik wil een keer een echte ballonvaart, zonder touw. En dan wil ik rondvliegen en zelfs nog hoger gaan. Oh, dan ben je dapperder dan ik, Zoe. Wee! Hallo, jongens. Zit je nu weer diezelfde strip te lezen? Dit is echt de allerleukste. Kapitein Zek, ruimtezebra maakt een ruimtereis naar Mars. Ik weet wat, wij gaan ook op ruimtereis naar Mars. Zullen we, Elsie? Doe nou. Oké, Zoe. We gaan op ruimtereis naar Mars. Hoera! Hoera! Maar eerst moet ik nog wel 8 bloemen tekenen. Nog 8 bloemen? Maar dat duurt eeuwig. Ik heb een goed idee. Wat nu als je op ruimtereis naar Mars gaat en daar dan de boel bestudeert? Wat is dat een goed idee, opa? Ik durf te wedden dat de bloemen op Mars veel interessanter zijn. Denk je echt? Waar is planeet Mars? Heel ver weg. En we hebben een raket nodig om er te komen. Maar waar halen we dan een raket vandaan, Zoe? Uit opa's raketbouwwerkplaats. Gaaf! Wauw! Dit lijkt straks precies op kapitein Zek's ruimteschip. Maar ik mis denk ik nog iets. Huh? Ja! Wacht, ik weet het. Hij heeft nog straalraketten nodig. Kijk! Nou eens even kijken wat er bij onze voorraad raketspullen ligt. Ha, gevonden. Geweldig. 3 straalraketten. Dat is een heel goed begin, opa. Maar iedereen weet toch dat kapitein Zek's ruimteschip 4 straalraketten heeft? Goed, dan maken we er 4. Dus als jullie nu eens als echte ruimteschipmonteurs op zoek gingen naar nog een straalraket. Komt in orde, opa. Dit vinden we wel voor u. Een straalraket? Zoiets heb ik niet, Zoe. Jawel hoor, daar. Ah, jij bedoelt deze straalraket. Ik weet niet zeker of je deze wel kunt gebruiken. Er zit nog maar een heel klein beetje afwasmiddel in. Maar, mam, het is voor een superbelangrijke ruimtereis naar Mars. En we zullen er reuze voorzichtig mee zijn. Goed dan, maar neem hem wel weer mee als je naar de aarde terugkeert. Bedankt, mam. Voordat jullie gaan, hebben jullie op een van jullie reizen mijn vaas soms gezien? Nee, mam. Hij stond eerst toch echt op de vensterbank, maar nu is hij verdwenen. Misschien komen we hem wel tegen. En als hij op Mars is, dan vertellen we het. Hier is een straalraket, opa. Prachtig. De zebra-raket is klaar voor vertrek. Hoera! Oh, maar jullie moeten natuurlijk wel ruimtehelmen op. Bedankt, opa. Dank u. Zebraket, klaar voor vertrek? Over en sluit. Over en sluit. Wat bedoel je? Dat zeg je in een ruimteschip als je het hebt begrepen. Oh,
overgesluit. Vooruit dan. Start de raketten. Zes, vijf, vier. Drie, twee, één. En daar gaat ie! Oeh. We zijn in de ruimte, Elsie. Zeeraket, maak u klaar voor de landing. Klaar, Elsie? Klaar, Sue. Hou je goed vast. De zebraket is veilig geland. Wauw. Hallo. Gegroet. Ik ben opa van Mars. En ik ben kapitein Zoe. En ik ben kapitein Elsie. Assistent kapitein Elsie. Ik wil u graag mijn planeet Mars laten zien. Welkom in de Marstuin van Zebras. Wauw. Raak de blauwe bloemen niet aan, aardbewoners. Dat zijn hele zeldzame en mysterieuze marsplanten. Voor je het weet ben je helemaal blauw. Dat zet ik in het verslag van de kapitein. Assistent, kapiteinsverslag. Wauw, zelfs de lucht is oranje. Kan die niet zijn? We gaan hem zoeken. Moet je hier eens kijken? Het is een voetafdruk. Van een ruimtewezen. Die heeft alvast onze straalraket. Maar ik zie hier verder niemand. Hij zit vast in commandocentrum Superster. Kom mee! Kapitein Zoe? Goeie vraag. Een zeebel. Maar waar komt die vandaan? Ze komen uit de badkamer. Oh, hallo. Oma van Mars, dat is mama's vaas. Oma van Mars? Doe nou mee. Natuurlijk. Ja, ik dacht, ik help mama met de lente schoonmaak. En u heeft onze straalraket. Oh, deze bedoel je. Huh, die is leeg. Wil je hem? Heel graag. Zonder kunnen we niet terug naar huis. Dank u. En als jullie dan toch terug naar de aarde gaan, geef deze even aan mama alsjeblieft. Over en sluit. Goede reis, aardbewoners. Dank u wel, Papa Mars. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Op aarde. Maar u bent net opa van Mars. Hm?
Oeps. Hoi, opa. Hoi, iedereen. Hebben jullie het leuk gehad op Mars? Het was gaaf. Oma van Mars had onze straalraket. Maar nu niet meer. En ik ben net een echte kapitein Zek. Oh. Kijk eens wat we hebben teruggevonden, mam. Dankjewel, Zoe. En hij is ook nog eens mooi schoon. En kijk eens. Helemaal af. Mijn kapiteinsverslag. Assistent. Goed dan, Elsie. We noemen het het kapiteinsverslag. Over een sluit, kapitein Zoe. Ruimtebasis over. Ik ga nu naar sector 7. Voorwaarts naar planeet Zoe voor vers voedsel. Zoe? Je bent iets vergeten. Oh. Bedankt, mam. Ruimtebasis over. Ik vlieg nu weg met mijn ruimtel. Hallo, Zoe. Wat kan ik voor je doen vandaag? Ik heb een lijst. Oeps. Wacht. Hij zit in mijn ruimtehelm. Ik wil wat proviand, graag, meneer Zoe. Ik ga kamperen. Kamperen? Wauw! Wat is proviand? Proviand? Dat is het eten dat je meeneemt als je gaat kamperen. Toch, Zoe? Precies, meneer Zoe. En opa heeft een tent en spulletjes in een garage. En ik ga kamperen. Dus wat ik zoek is... iemand die mee gaat kamperen. Sorry, Zek. Ik heb al een ander kampeermaatje. Elsie. Mag ik ook meedoen, Zoe? Nou, weet je... misschien een ander keertje, Zek. Als je een beetje ouder bent. Oh, maar ik ben een hele goede kampeerder. Zo, Zoe. Wat mag het zijn? Brood, boter, wat melk voor Omi en blikjes sardientjes, wat kaas, wat dropveters, een banaan en ruimterantsoen. Rustig. Eén ding tegelijk. Hoi, mam. Oeh, Zoe. Van waar al die haast? Hier zijn de boodschappen, maar ik moet door. Hm? Ik en Elsie gaan kamperen. Kamperen? Wat leuk, Bizoe. Opa, hoe laat gaan we kamperen? Als ik klaar ben met het strijken voor je oma. Zal ik helpen? Dan kunnen we gaan. Dit is een klusje voor één zebra, Zoe. Zo, kijk, dat is nou strijken. Wauw. Zeg, gaan we nog kamperen of gaan we... We gaan kamperen. Ja! Zo, even kijken. Waar is mijn oude tent? Oké, ik kijk aan die kant. Ik zie hem hier niet. Aha, kijk eens aan. Pok. Mooie tijden beleefd deze tent en ik. Opa, hoe moeten die aan elkaar? Huh? Kijk zo. En dan is er nog één lange voor de bovenkant.
Zo. Hou hem vast, dan zal ik... Nee, maar... Niet zo makkelijk als ik me kan herinneren. Zo, nu zetten we hem overeind. Oh, ik herinner het me weer allemaal. Ik weet nog dat ik ging kamperen in donker Afrika. Afrika? Wanneer? Oh, heel lang, lang geleden. Ik was op expeditie in de diepste, donkerste jungle. Met dezezelfde tent. En op een nacht werd ik plotseling omringd door woeste, wilde dieren. Wat voor soort wilde dieren, opa? Oh, gewoon het normale soort. Groot en eng, met zulke tanden. Dus, wat deden ze? Oh, ze aten me op met laars en al. Opa? Wel, nee, natuurlijk niet. Wat je moet onthouden over wilde dieren... is dat ze meestal net zo bang zijn voor jullie als jullie voor hen. Toen ik ze om me heen zag staan, besloot ik ze te laten schrikken. Zo. Zo reken je af met wilde dieren. En nu gaan we kamperen. Opa. Zo. Dat noem ik nou een tent. Wat is hij mooi? Oh nee, we zijn iets vergeten. Huh? Proviant, het is echt geen kampeeruikje zonder iets te eten. Je hebt helemaal gelijk. Weet je wat? Ga de tent maar in, dan loop ik terug voor de proviant. Bedankt, opa. Oh, maar wel jullie ogen open houden voor wilde dieren. Ja, dat doen we. Je moet voorzichtig blijven als je kampeert. Oh, joh, wat een verrassing. Wou jij vanavond gaan koken, schat? Nee, ik maak wat broodjes voor de kampeerders. Het klonk ook al te mooi om waar te zijn. Zo, wat zullen we eens op brood doen? Oh, hallo daar, Zack. Hallo. Zo was een sardientjes vergeten. Oh, fijn dat je ze langsbrengt, anders hadden we een probleem gehad. Echt waar? Yep. Ik vroeg me net af wat ik op het brood van de kampeerders moest doen. Dus Sue is aan het kamperen? Ja, in de achtertuin. Oh. Kom maar binnen, Zack. Sue, heeft je opa nou echt gekampeerd in Afrika? Weet ik niet. Maar hij heeft vast wel wilde dieren gezien. Ja, hele grote. Met lange, grote tanden, een sterke, scherpe klauwen en... Wat was dat? Weet ik niet. Waarschijnlijk niets. Sue, weet je nog wat je opa zei over oppassen voor wilde dieren? Ja. Er zijn hier toch niet zoveel wilde dieren, of wel? Ik geloof het niet, hoor. Dat is een... wilde kip. We doen wat opa deed. We proberen hem weg te jagen. Oh. Weet je nog wat opa zei? Wilde dieren zijn net zo bang voor jou als jij bent voor hen. Denk je echt? Daar komen we maar op één manier achter. We moeten naar hem brullen. Wat? Zo? Ra? Nou, doe maar zo. Ra! Oh, opa! En Zack! Hallo. Waar was dat nou voor nodig? Sorry, opa. We dachten dat jullie wilde dieren waren. Oh, nee hoor. Wij zijn niet wild, wat jij zegt. Nee, we brengen alleen jullie kampeereten langs. Sue, is het superleuk, kamperen? Ja, echt. Vooral met al die wilde dieren hier. Zack, je bent er nu toch? Heb je zin om met ons mee te kamperen? Woehoe, wat zo!
vertel het hem wel voor je. Ga jij maar kamperen. Woehoe! Ik word een echte kampeerder! Woehoe! Ik ben dol op kamperen. Yep, ik ook. Er is maar één ding dat ik niet zo leuk vind. Huh? Wat dan? Broodje sardien. Wauw, deze zeepkisten zijn gaaf, opa. Wacht maar tot Elsie dit ziet. Elsie, klaar voor de race? Ik ben al uren klaar. Wauw. Geweldig. Goed, hè? Opa heeft echt zijn best gedaan. Opa en zijn assistent. Ik heb ze geschilderd. Mogen we al? Natuurlijk. De eerste die één keer om het huis rijdt, wint. Oké. Wacht even, ik wil het de rest vertellen. Mam, oma. Huh? De grote race gaat zo beginnen. Oh joh, maar dat willen we toch niet missen? Natuurlijk niet. We komen meteen naar buiten. Ja! Pap? Ik ga Omi even waarschuwen. Zij wil de grote race vast ook graag zien. Ja, zij is dol op racen. Pap? Pap? Ja, Zo? De grote race, hij begint. Oh, ik kom. Schiet op. Oh, lieverd, pas op. Gaat het wel? Niks aan de hand. Ik heb niks. Ik gleed uit. Au! Oh, wat is er? Ik heb mijn enkel verstuikt. Kom, leun maar even op mij. Rustig. Ik ga even wat zalf en verband pakken. Hoe lang moeten we nog wachten? Weet ik niet. Misschien moet je gaan vragen waar ze blijven. Oké. En hoe voelt het nu, schat? Veel beter, dank je wel. Mam, pap, oma, we staan op jullie te wachten. Pap, wat is er? Ik heb een ongelukje gehad. Ik viel van de trap en heb toen mijn enkel verstuikt. Een paar dagen rust en hij is weer zo goed als nieuw. Doet het pijn? Niet eens een heel klein mini-beetje. Het enige probleem is dat ik nu de hele dag hier moet blijven zitten. Net als ik, toen ik de zebragriep had vorige winter. En de hele dag niet uit bed mocht. Ik heb me zo verveeld. Ik ben bang dat ik ook last ga krijgen van ernstige vervelingsaanvallen. Nee hoor, dan blijf ik toch bij je. Maar hoe moet het dan met je grote race? Jij bent belangrijker dan de race, pap. Wat lief van je, Bizou. Gaat het niet door? Ik moet mijn papa helpen. Maar je kunt wel zelf door de tuin rijden, Elsie. Vind je dat erg? Tuurlijk niet. Vier. 1, 2, 3, 4. Vroom, 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 vroom. Hey! Jij bent aan de beurt, Zoe. Papa voor Zoe, hallo. Jij bent... Ah! Ja, sorry, pap.
6. 1, 2. Ze heeft gewonnen! Drie, vier, vijf, zes. Zoe, heb je echt nog wel zin in dit spelletje? Nee, niet echt. Ik pak wel iets anders. Pap merkt het vast niet als ik nu even heel snel een rondje door de tuin rijd. Wieso? Mam, ik... Oma vond het zo lief dat je de race hebt laten schieten om pap gezelschap te houden. Dus je krijgt zo een superlekker stuk chocoladetaart van haar. Yummy! Oh, pap zit te wachten op een nieuw spel. Heb jij toevallig van de familie Bakker de dochter? Yay! Zoe. Oh ja, de dochter. Alsjeblieft. De bakkersdochter, Zoe, niet mevrouw Vis. Oeps. Waarom ga je niet even naar buiten toe en met Elsie spelen? Maar, en jij dan? Ik red me wel. Ik heb mijn krantje nog. Chocoladetaart voor een extra lieve kleine zebra. Dank je, oma. Niks te danken, hoor, schatje. Ik blijf hier, pap. Echt, ik laat me niet meer afleiden door Elsie. Ja, vroom, vroom, vroom. Zoe? Oh, ik ben ineens zo moe. Ik denk dat ik even een dutje ga doen. Is het goed als we straks weer verder gaan met de puzzel? Oh, weet je het zeker, pap? Oké, roep me maar als je wakker bent. Wacht op mij! Oh, Zoe, je bent er voor de race. Oké, jongens. Op je plaats. Klaar. Af. Elsie! Huh? Oh. Hallo, schat. Ik hoorde wat er gebeurd was. Hoe gaat het dan met je? Stukken beter nu ik wat rust heb genomen. Waar is Zoe? Zoe, kijk uit! Wat? Het spijt me echt, Elsie. Dit was mijn schuld. Geeft niet. Kunt u het nog maken? Ja, vast wel, Elsie. Maar Zoe, waar zat je met je hoofd? Bij pap. Hij is wakker. Ik vind het niet leuk dat hij maar in die leunstoel moet zitten. Dus ik moet echt terug naar binnen. Tenzij we vragen of pap meedoet aan de grote race. Is een leunstoel? Yep. Opa, kun je wielen aan zijn stoel maken? Ja, tuurlijk! Haha, wat een goed idee! Vroom, vroom! Dit is geweldig! Vroom, vroom! Dit was een briljant idee van je, Zoe. Nu hoef ik me echt niet meer te vervelen. Dank je. Ga niet te snel, pap.
pas op voor je enkel. Doe ik. Oh nee, je hebt me ingehaald. Ja! Oeh! En de winnaar is Sue! Ja! Oh, ik dacht even dat je een feest aan het geven was. Nee, ik niet. Ze zouden beneden toch geen olifant hebben gekocht? Te doen, we kunnen onszelf nauwelijks meer horen denken. Ra! 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 Dat was het mammonster. Dat wil dat je stil doet. En je kamer moet nodig opgeruimd worden. Monsters zijn dol op troep maken. Bizoe, ruim je kamer op. Ah, Zoe, dat was wel een kabaal dat je maakt in je kamer, zeg. Dat doen alle monsters. En ze maken troep. En dit monster gaat ergens naartoe waar hij een echt monster kan zijn. Ik ga weg. Oh, ik zal je missen, Zoe. Maar zeg wel netjes gedag tegen iedereen voordat je weggaat. Je weet het, je kunt niet weggaan zonder gedag te zeggen. Ja, daar zit wat in. Hallo, Zoe. Wat aardig van je dat je langskomt. Kom binnen. Somi, ik dacht, ik zeg maar eventjes gedag. Je gaat echt weg, hè? Oeh, dat is een hele grote stap. Ik hoop dat je een paar dingetjes mee wilt nemen op reis als aandenken aan ons. Een klein momentje, waar is mijn lippenstift? Alsjeblieft, Sue. Zo denk je altijd aan mij, waar je ook terechtkomt. Bedankt, Omi. Phew. Sue? Vaarwel, Sue. Oh, en jij, Pok? Oma? Hallo, Sue. Mam zegt dat ik kabaal maak. Dus ik ga uit huis. Ik kom je gedag zeggen. Oh, nou, ik zal je missen, Sue. Maar als dat is wat je wilt. Je zult iets te eten mee moeten nemen. Want je mag geen honger krijgen. Help me anders maar even met deze chocokoekjes. Ik moet nu eigenlijk gaan.
Ach, het is niet erg als ik iets langer blijf. Mooi. Gooi de stukjes chocola erbij en roer even door het deeg. Oeh, goed gedaan, oma. Ja, maar heb je je opa al gedag gezegd? Nee, nog niet. Tja, dat mag je niet vergeten, hoor. Je opa gaat je zeker missen. En ik ook, hoor. Ga maar gauw. Als je hem gedag hebt gezegd, zijn de koekjes misschien klaar. Oh, je gaat weg, hè? Tja, de boel zal niet hetzelfde zijn zonder je, Zoe. Maar ik heb wat spullen die van pas kunnen komen. Wat dan? Pas op, opa. Ik maak wel erg veel kabaal, hè, Zoe? Niet zoveel als ik net. Ha, kijk eens aan, mijn oude rugzak. Die heb ik al sinds ik zo oud was als jij, Zoe. Oeh, hij ruikt niet zo lekker. Ja, ik had hem altijd bij me als ik ging vissen. Mijn oude kompas. Die zul je hard nodig hebben. Wauw. Kijk, dat is het noorden en dat is het zuiden. Als je terug wilt, volg je de kompasnaald naar het zuiden. Als je ooit besluit dat je terug wilt komen, natuurlijk. Aha, mijn trouwe zaklamp. Heel handig voor als het donker wordt en je een plekje zoekt om te slapen. Om te slapen? En over slaap gesproken... Tada! Mijn trouwe hangmat. Perfect voor een zalig tukkie. Of niet, in dit geval. Zo, een grote rugzak vol chocokoekjes voor mee op reis. Yummy. Tot ziens, oma. Dag, opa. Dag, mam. Dag, pap. Hou je haak, Zoe. Doe je voorzichtig. We zullen je missen. Ja, ik... ja. Dag! Pok, welke kant gaan we op? Yep, het zuiden is thuis. Net zoals opa zei. Zoe? Oh, hoi Elsie. Wat doe je daar? Gewoon, ik sta te bedenken waar ik nu heen moet gaan. Heen moet? Ik ga weg van huis, dus ik controleer mijn kompas. Ga je weg? Weet die ouders dat? Yep. Ze vonden dat ik te veel herrie maakte. Dus ik ga weg. Ha, je bent nog niet ver gekomen. Nog niet. Ik wilde nog even een koekje van oma eten voordat ik ging. Ook eentje? Ja, graag. Het wordt donker. Je bent toch niet bang, of wel? Ik? Tuurlijk niet. Ik kan nog niet naar huis. Mijn kamer is nog steeds een troep. Maar je maakt geen herrie nu? Nee. Maar ik wil je wel helpen met opruimen. Nou, waarom ook eigenlijk niet? Je bent terug. Ja, net zoals het reuzenmonster van de planeet Garg. Elsie, aan tafel.
Ik moet gaan. Bedankt maar weer. Ik zou niet weten waarvoor. Zoe, ik ben blij dat je toch hier blijft. Ja, ik ook. Ah, dat was echt heerlijk. Dank je wel. Zoe, wat zou jij gegeten hebben als je wel was gegaan? Oh, wat van allemaal chocokoekjes. En stenen, want monsters zijn dol op stenen. Het was een verrassing van mijn moeder. Zin om mee te gaan fietsen? Maar ik heb helemaal geen fiets, Elsie. Oh ja, vergeten. Kun je er een lenen? Misschien. Omdat ik mijn spullen nooit weggooi, weet ik altijd dat wat ik ook zoek hier ergens moet liggen. Ik verschuif een doos hier en verschuif een doos daar. Aha, daar staat hij. Vind je het geen plaatje? Mijn oude kinderfiets. Er zit wel een grote mand op. Oeh, heel erg handig. En het zadel is te hoog. Ik kan het zadel lager zetten. Ik denk dat uw fiets echt te groot is voor mij, opa. Oh, natuurlijk niet. Een paar kleine dingetjes en dan is hij perfect. Hoi, Zack. Wauw, wanneer heb je die waanzinnige fiets gekregen? Gisteren, cadeautje van mijn moeder. Je bent zo'n geluksvogel, Elsie. Oh. Weet ik. Oh. Zo staat hij wel goed voor jou. Ga maar eens even zitten, Zoe. Mooi. Je kunt bij de pedalen en je kunt het stuur vasthouden. Maar de voorband is lek. Dat is maar een klein gaatje. Oh nee, dus nu kan ik toch niet op uw fiets gaan rijden, opa? Onzin. Voor je het weet heb ik die band geplakt. Oh, en heb ik je wel eens verteld hoe ik de Grand Tour de Montagne heb gewonnen op diezelfde fiets? Ha, Sue, dat was me wat. Ga je met me mee schommelen, Elsie? Sorry, Zack. Ik kan niet meedoen. Ik wacht op Sue. Super! Dan kunnen we straks samen schommelen. Zoe en ik gaan een stukje fietsen. Een stukje fietsen? Cool! Mag ik meedoen? Maar je hebt toch geen fiets, of wel? Zoe ook niet. Hij gaat er een lenen. Ik kan er ook een lenen. Maar Zoe komt er zo aan. Dat maakt niet uit. Ik hou jullie wel in. Een ander keertje, Zack. Als je zelf ook een fiets hebt, gaan we elke dag fietsen. Dat beloof ik. Zo goed als nieuw. Bedankt, opa. Hij is... Perfect. Perfect.
Hm? Ja, ik win, Elsie! Oh, met zulke remmen sta je supersnel stil, Sue. Uw fiets is echt supersnel, opa. Hmm. Hij was het beste van het beste, 50 jaar geleden. Maar heb ik je wel eens verteld over die... Dit keer ga ik je verslaan, Sue. Dacht het niet, Elsie. We willen geen valpartijen meer. Mijn fiets, hij rijdt niet meer. Je hebt een lekker band, Elsie. Het is een gloednieuwe fiets. Je bent denk ik over een scherp steentje heen gereden. Oh, nee. Geen probleem. Ik ken iemand die hem kan plakken. Opa, we hebben een kapotte step en ook nog een lekker band. Nee, maar dat wordt pittig. Mijn nieuwe fiets is nu al kapot, maar jouw hele oude rijdt nog steeds. Opa's fiets is bijzonder, Elsie. Hij reed de Tour de Montagne erop. Dat is een race. En die won hij. Wauw, dan moet hij echt snel zijn. En hij heeft hele goede remmen. Opa zegt dat je supersnel stilstaat met zijn fiets. Ik wou dat ik een mandje en zo'n pijl had. Oh, zulke goede fietsen worden niet meer gemaakt, Elsie. We gaan aan de slag. Alsjeblieft, Zack. Een compleet veilige step. Dank u. Oh. Hij is super. 100 keer beter dan hiervoor. Maar wees wel zuinig op je step, Zack. Vraag of je vader hem regelmatig oliet en de wieltjes checkt. Als je dat doet, gaat hij net zo lang mee als de fiets van Zoe. Komt goed. Woe! Zo, Elsie. Nu zullen we jouw fiets eens bekijken. Elke fiets heeft een bel nodig. En een mandje erop. Die kunnen altijd van pas komen. Jij hebt ook een nieuwe fiets met wat oude dingen, Elsie. Dank je. Graag gedaan, Elsie. U bent zo slim, opa. Oh, dingen maken, daar zijn opa's toch voor, Zoe? Hij is mijn held. Ja.
Ha, 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 ha